Oh jee, ik ben weer thuis en droog in een zeker opzicht. Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe vlog. Mijn naam is Chrisje. Ik sta op dit moment echt onder een tunnel, viaduct. En iets waar auto's onder me door kunnen rijden in ieder geval. Het regent, ik kom net bij Jamie vandaan. En de reden van deze vlog is heel simpel. Ik zal mijn camera liggen terwijl ik het voor mijn keel aan het zoeken was. Want die doet nog steeds pijn. Maar ik heb een vlog beloofd voor deze week. Dus er komt een vlog deze week en dat is dit. Dus blijf kijken. Ik ben, zoals jullie wel kunnen zien, ondertussen weer thuis. En nog steeds aan het hoesten. Dat is echt ellendig. En, nou ja, wat ging nou? Oh, en ik heb ondertussen een uitnodiging voor Halloween verstuurd. Dus dat is leuk. Jee. Wat nog jammer is, dat mijn oude buurjongen Terrence, ik heb jullie vast wel een keer op mijn vlog gezien. Zijn nummer klopt niet. Bij mij tenminste. Want altijd als ik hem een bericht stuur, ontvangt hij niks. Dus ik heb nu aan Anna gevraagd of zij het naar hem kan sturen. Want van haar weet ik zeker dat het nummer wel klopt. Ik ben met papa in de Jumbo. Kijk, daar is mijn papa. Ik hoef nog steeds. We zijn even boodschappen aan het doen. Buiten regent het nog, dus dat is niet zo. Dat is iets minder. Ik loop naar huis. En daar komt papa. Kijk. Mijn lieve papa in de auto. Het is niet eerlijk eigenlijk. Maar ik kon niet bij de deur. Dus... Kip kibbeling. Dat is de enige vorm van vlees dat ik af en toe nog eet. Omdat vis, ja, de meningen zijn verschillend. Ik vind vis wel vlees. Maar ik heb er niet zo moeite mee om het te eten. Want het is gewoon te lekker. Er zijn mensen die lusten geen vis. En ik, het enige wat ik lust is vis. Van het mooie winkelcentrum waar ik net was en mijn kibbeling. Ben ik nu ineens dus allemaal paarden en het stinkt in haar poep. Met Lian, dat stomme kind was ik cap vergeten. En een vriendinnetje van Lian. En nou ja, nu ik heb het koud, ik ben nat en ik wil weer naar huis. Ik wil een kibbeling. Oh jee, ik ben weer thuis en droog in een zeker opzicht. Ik heb het koud en nu moet ik zo. Ik ben dus aan het wachten tot Lian thuis komt uit paardrijden. Dan gaan we even naar de Action en ga ik een cadeautje kopen voor een vriendin. Want die is jarig. Woensdag. Volgens mij heb ik dat al verteld. Heb ik dat al verteld? Ik weet het niet meer. Maar in ieder geval, daar moet ik even een cadeautje verkopen. Want ik was ziek. Dus ik heb haar niet meer gezien. Omdat wij alleen op maandag, deze woensdag, donderdag school. Tenminste, ik. Het kan weer veranderen. Kan ook. Kort dat ik op vrijdag wel naar school moet. Maar nu nog even niet. Ik moet een cadeautje kopen. Daar kwam mijn hele verhaal op neer. We staan in Action. En ik heb cadeautjes voor haar. Maar ik ga ze niet laten zien. Want ik weet niet zeker of ze kijkt. En als ze wel kijkt. Dat, is dus heel, dat zou dan echt heel stom zijn. Want dan weet ze al wat ze krijgt. Dus dan. Goed, nou laat ik het nog niet zien. En we staan nu bij de sieraden. Lian pakt ook eens hele verontrustende dingen vast. Dat ik echt denk van, ze is 15 en ze pakt dingen voor alsof ze al 80 is of zo. Ik kijk gewoon naar dingen. Mag het? Nee, je bent verontrustend. Ik wil eten. We zijn, zoals je kunt zien, alweer thuis. En dit weer is echt zo slecht voor mijn haar. Het ziet er helemaal slap uit, terwijl het er gisteren zo mooi... Gisteren glanste het helemaal, hè? Want ik had het gewassen. En in de ochtend ongeveer. En nu ziet het er zo uit. Ja, zoals jullie dus weten, want ik ben iedere keer weggegaan en dan regende het. Dus ik ging met Jamie weg vanochtend en het regende. Ik ging met papa weg voor de boodschappen en het regende buiten. Vervolgens moest ik Lian de cap brengen, dus het regende weer. En nu ging ik naar de Action en toen regende het weer. Dus ik ben gewoon al 4 keer weg geweest. En het regende al de 4e keer. En Chrisje, Charlie is toch een schatje? Ja, er zijn de meningen over verdeeld. Dus een paard.
Mijn vader is aangeschoten. Dat betekent dat op het moment dat hij boven de tafel vandaan komt, onder de tafel vandaan komt, hij zit onder de tafel. Hij is toch niet aangeschoten? Waar is die alcohol? Ik wil wat. Krijgt hij een glas water over zijn smoel in? Tenzij hij normaal gaat doen, maar dat doet hij niet. Ik hou niet op. Dat is dus ook een herinnering voor al mijn vrienden die dit zien. Als je aangeschoten bent en me lastig valt, krijg je een glas water in je gezicht. Je kan niet. Inclusief glas. Je kan niet al okay. Gisteren is alles een beetje anders gegaan dan dat de bedoeling was. Dus vandaar dat ik nu de vlog afsluit en gisteren niet meer gevlogd heb. Bedankt voor het kijken naar deze vlog. Hopelijk vonden jullie hem leuk. Doe dan een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal en laat een leuke reactie achter hier beneden. Of een reactie met een idee voor een video die ik kan maken. En wie weet doe ik dat dan wel. En hopelijk tot de volgende video of vlog.